de zangers. De nakomelingen van Asaf, Heman en Jedutun werden door David en de hoofden van de eredienst van de gewone taken vrijgesteld om de lofliederen te zingen, onder begeleiding van lieren, harpen en cymbalen. Hier volgt de lijst van de mannen die deze taak moesten verrichten. Uit de familie van Asaf, Zakur, Jozef, Netanja en Asarela, zonen van Asaf. Zij begeleiden Asaf wanneer hij de lofliederen zong volgens de aanwijzingen van de koning. Uit de familie van Jedutun. Jedutuns zes zonen Gedalia, Seri, Jesaja, Gazapja en Matitja. Zij begeleiden hun vader Jedutun wanneer hij onder begeleiding van de lier zong om de Heer te loven en te prijzen. Uit de familie van Heman. Hemans zonen Bukiyahu, Matanja, Uziel, Sebuel en Jerimot, Gananja, Ganani, Eliata, Gidalti en Romamti Ezer, Josbekaza, Maloti, Hotir en Machaziot. Zij waren de zonen van Heman, de ziener van de koning, die de woorden van God kon duiden en ze kracht bijzetten. God schonk Heman 14 zonen en 3 dochters. Zij allen begeleiden hun vaders Asaf, Jedutun en Heman op cymbalen, harpen en lieren bij de lofzang in de tempel van de Heer en luisterden zo, volgens de aanwijzingen van de koning, de dienst in de tempel van de Heer op. Met hun andere verwanten die in de zangkunst voor de Heer waren opgeleid, bestond de groep volleerde zangers uit 288 man. De zangers werden door loting in wisseldienst ingedeeld, zonder onderscheid te maken tussen oud en jong, volleerde zangers en leerlingen. Het eerste lot viel op de familie van Asaf, op Jozef. Het tweede viel op Gedalia, met zijn verwanten en zonen, samen 12 man. Het derde op Zakur, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het vierde op Jisri, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het vijfde op Netanja, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het zesde op Bukiyahu, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het zevende op Jesarela, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het achtste op Jesaja, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het negende op Matanja, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het tiende op Simi, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het elfde op Azarel, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het twaalfde op Gazapja, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het dertiende op Subbaal, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het veertiende op Matitja, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het vijftiende op Jerimot, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het zestiende op Gananja, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het zeventiende op Josbekaza, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het achttiende op Ganani, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het negentiende op Maloti, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het twintigste op Eliata, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het 21ste op Hotir, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het 22ste op Gidalti, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het 23ste op Magaziot, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man. Het 24ste op Romamti Ezer, met zijn zonen en verwanten, samen 12 man.